hele speciale dag. Het is de 80ste aflevering met Efkes met Harry Verhaar. En wij dachten dat we toch iets speciaals voor u moesten doen. Want 80 afleveringen is niet niks. En nou hebben wij geen oorkonde, maar het is iets anders. En dan gaan wij u aanbieden van 040 TV. Ik zal het openmaken, want jullie hebben het heel mooi verpakt, zie ik. Nou, die is wel raak, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar, hij is 65 geworden. En zoals jullie hier heel goed uitleggen, is hij nog altijd niet opgehouden met, zoals jullie het zo mooi zeggen, te zeiken. Meneer Verhaar, nou hebben we nog iets, want we hebben er nog één laten maken. Die gaan we aan Johan aanbieden, dus deze is voor u. En misschien... Ja, ik ook wel graag dat hij de mijne moet tekenen. Ja, zullen we dan gaan proberen te regelen? Ja, misschien wilt u nog iets leuks opzetten? Of is dit al genoeg zo? Ik vind dat dit meer dan genoeg is, maar de uitzending... Dat is een uitzending vorige week. Dus, maar ik vind wel dat hij mij een geweldig groot compliment gegeven heeft door te zeggen dat ik een eigen zender heb. En dat was wij wel heel veel eer toegeworpen, moet ik eerlijk zeggen. Want soms verrekenen is jullie zender. En degene die die print gemaakt heeft, die moet je wel heel veel complimenten maken. Dat ga ik u nog even zeggen. Deze wordt u aangeboden door Peer Retra, een van de beste cartoonisten van Nederland. Deze mag je hem geven. Ik zet hem niet. Want ik blijf altijd. Meneer Verhaar, even terug naar RKC PSV gistermiddag. PSV dat speelt tegen RKC met een aantal voetballers in de nadagen van hun carrière. Als ik dan kijk naar Snow, die eigenlijk het middenveld overheerst, is toch eigenlijk onmogelijk te denken dat PSV al 3 jaar achtereen verliest bij RKC. Het lijkt natuurlijk toch min of meer het structurele probleem van PSV. Dat we 3 jaar, je kunt het dus niet alleen op de trainer afreageren, dat je voor de 3e keer achter elkaar bij een club als RKC verliest. Je kunt altijd een keer zo'n wedstrijd verliezen, maar 3 keer achter elkaar. Geeft dus een veel meer structureel probleem aan. Want PSV heeft dan alleen maar de problematiek van vandaag. Het is er ingeslopen de laatste jaren. En ja, hoe dat je dit oplost, dat weet ik niet. Dat zijn voetballers kunnen doen. Ik vind het verschrikkelijk jammer voor met name voor Philippe Coutu zelf. En het tweede natuurlijk. Want ik heb de indruk, langzamerhand, dat de supporters van PSV er meer onder lijden dan de spelers zelf. Meneer Verhaar, de laatste maanden heeft iedereen het over. Waar denkt u dat het echte lek zit met PSV? Ja, zeg maar zeggen, duidelijk is dat degene die daar verantwoordelijk is, Philippe Coutu, en zijn staf, denk ik, nog niet in geslaagd zijn. Om de echte problematiek, dus het echte lek wat dus in de spelersgroep zit. Of het zit bij een aantal spelers, of het zit bij enkele spelers, of laat ik het zo zeggen, de samenstelling is niet goed. Maar ik denk, kijk, dat ik het niet weet, is niet zo erg, maar ik heb de indruk dat de technische staf dat lek nog steeds niet boven water heeft gekregen. En ja, dat zullen ze aan moeten denken. Als ik naar de wedstrijd van gisteren kijk, dan zou dat wel eens in mentaal opzicht kunnen zijn. De Cambuur wordt ook een probleem, wordt al gezegd. Daar moeten we woensdag naartoe. Hoe kijkt u daar tegenaan? Daar ben ik wel mee eens dat dat opnieuw een probleem wordt. Het is natuurlijk ook een ploeg die de punten heel hard nodig heeft, die dus daar zwaar tegenaan zou gaan. En ik heb voor een paar weken terug gezien met welke grote moeite Ajax daar
dan uiteindelijk met die Noord-Karbon. En de weet erop hoe dat ze hoe dat ze met erin dus PV kan het wat snap maken en ze hebben in Eindhoven gelijk gespeeld, dus PV heeft daar denk ik opnieuw heel en heel moeilijk mee. En dan komt Twente. Ja, dat is natuurlijk wel een heel andere wedstrijd. Daar is een thuiswedstrijd bij Van Moerhuis. En ik kijk dan tegen zo'n groot tegenstander draaien. Die spelen zich natuurlijk wel extra om. Maar ja, PSV zal als team moeten opereren. En zal in staat moeten zijn om tempo te maken. En om, laat ik het zo zeggen, heel lange tijd, 90 minuten, naar volop te gaan. En dan hebben ze, denk ik, tegen Twente misschien uiteindelijk wel meer kans aan tegen. Denkt u echt dat PSV in staat is om toch als ploeg te gaan opereren, om toch nog de komende twee wedstrijden daar een goed resultaat te gaan halen? Ja, ik denk dat de intenties natuurlijk veilig met de intenties en ook daar ben je sportman voor. Maar natuurlijk, het feit is tussen de wedstrijd ingaan en de uitvoering, dat ligt bij PSV wel eens een groot verschil in. Dus ja, daar is natuurlijk het probleem, is de uitvoering in overeenstemming met de intenties. Meneer Vrij, we gaan afscheid nemen. We gaan u toch ondanks alles een prettige week toewensen. En vergeet u niet uw parapluutje op te houden. Nou, dat ligt eraan in wiens nabijheid ik ben. Dank u wel.